Yo mensen, welkom in een nieuw Facebook kanaal. Mijn naam is Hero Gaming en vandaag gaan we onze derde wagen bespreken. De AMG 45 kan ik jammer genoeg niet pakken omdat die niet in game zit. Dus dan gaan we over naar onze Challenger. Dit is de wagen, zoals ik in de eerste video had gementiond, die ik enkele dagen geleden gekocht heb. Oh nee. Hij rijdt chill, is wel zwaar, maar hij rijdt sowieso chill. Oh, we zijn naar omhoog aan het gaan. Oh, shit. Maar bon, kijk, we zijn er weer al uit. Ik snap dat dus niet, hè. Oh, maar nu is mijn wagen beschadigd. Dat is niet fijn. Dat is echt niet fijn. Even opnieuw proberen, jongens. Oh, ik kan hier echt niet tegen, hè. Waarom heb ik deze beuk opeens? Dat ik nu wel wat minder schade heb. Ja, zie je? Oké, ça va. Oh, maar ik moet wel even wat gas geven, hè. Maar kijk, dit is mijn derde wagen die ik heb. De Dodge Charger. Charter, of ja, hoe dat het ook zegt. Dat is een heel chille wagen, zegt u wel eerlijk. Dit is zijn blinker. Zijn lampjes. Nou, een keer vlammen, hè. Ik vond vooral dat nagronk echt leuk van deze wagen. En dan gaan we een keer vlammen, hè. Geloof me, jongens. Voor de twee video's waren trage wagens. Deze wordt een snellere. Gassen. Kijk, even wel wat later stoppen, want ik heb mijn topspeed nog niet gehaald met deze wagen. Maar ja, kijk wel, nu al easy 320. Voilà, dus ik heb het op 320, maar ja, 320 is snel hoor. De nagerom een keer worden, hè. Ik ga hem een keer gewoon laten uitrollen, hè. De nagronk horen. Oh. Ja, ik vind dit echt een dikke wagen. Sowieso.
hier even opzij zetten, hè. Gaan we even kijken hoe dat hier in first person uitziet. Sorry jongens, er was even iets tussen gekomen, maar kijk. Hebben jullie hem er niks van gemerkt? Kijk eens hoe mooi dat hij er van binnen uitziet, jong. Oh, wauw. Zelfs een kooi langs achter, zodat je niet kunt eruit rollen. Qua stevigheid. Nou, een keer rijden, hè. In first person. Ja, ik vind hem wel chill rijden. Zegt u wel eerlijk. Dan een keer horen, jong. Maar even een keer doorvlammen, hè. First person. Ook al is het echt moeilijk. Ik ga het proberen. 92, easy. 300, easy. En 310, easy. Ja, ik ga even wat traag aan de crash helemaal. Wow. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Dat is niet gebeurd, jongens. Ik heb wel mooi gesaved. Oeh. Oh, maar echt aan het kloten. Oké, we gaan een keer in de tunnel rijden. Ja, dat klinkt toch leuk, hè, in hun dingen. Ik ga mijn ramen een keer openen. Gas! Gassen met deze wagen. Nu maak ik van de persoon ook gewoon mooi. Gewoon zien, jong. Easy. Ik ga remmen, doet hij ook goed. Nou, een keer kijken naar de deur, hè. Ook dat er allemaal open gaan. Kijk, al deze deuren gaan open. Kijk naar je opslag. Ik weet het, het is klein, maar het is beter dan niks. En dan uw motor, hè. Oh, ho, 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 ho. Dan een keer zien, jong. Supercharged. Misschien gaan we er iets beweegt als je gas geeft. Zou wel cool zijn op zich. Nee, er heeft niks beweging. Maar op zich, het is gedacht dat telt, hè. Dan ben je nu juist opeens zelf. Ha, zo leuk, kijk. Jongens, ik ga het wel een keer doen wat ik net ontdekt heb. Kijk, dus gaat hier een pinker. Hier, die gaat overgaan, die lengte. En als ik dan een kofferbak doe... Kijk, die pinker blijft gaan langs boven. Oh, dat is wel nice op zich. Ja, er zitten wel veel details in deze wagen. Dat vind ik wel leuk op zich. Het is een beetje op controle, ik ga echt lachen, hè. Wow, er is maar één kamer aan, geen grenscontrole. Nou, twee collega's van de politiedienst. Ja, met een plafiet dat er zouden zijn. Want, naar mij weten, zijn er niet veel collega's nog niet online. Gaas erop. Knippert, schakel.
voorbij. Nu ga ik even met first person gaan, of ik heb geen dingen meer. Oeh. Ah. Ik had even een slechte loading. Maar goed, ja. We gaan vlammen. $60, easy. $370, easy. $377 en $380. Oeh. En ik vlieg onder de map. Sorry jongens, ik weet dat ik no clip, maar ik vloog onder de map en daar heb ik echt geen zin in. Iets te snel gereden, denk ik. Ik vloog gewoon onder de map, what the fuck. Oké, GTA zeker is gebukt. Oké, ik durf hier echt niet in te rijden, want... Het is niet goed ingeladen, hè. Even naar achter gaan. Ik heb opeens ook een last van lijk. Ik snap het niet. Laat niks in. Dus ik ga langs de andere kant te proberen ingaan. Oh, dit is wel irritant. Wat? Oké, deze game is echt buggy opeens. Wat jongens, jullie hebben de wagen gezien. Ah, wacht, het is gefixt denk ik. Ga ik hierbij ook de video beëindigen. Hopelijk vond je hem leuk. Laat zeker een like achter en abonneer. Ik heb best wel last van zoveel like. Och ja. Laat zeker een like achter en abonneer. Bedankt alvast om al in te tunen. Laat zeker achter in de comments wat jullie van deze wagen vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video over een andere wagen. Hè. Ik hoop dat ik in de volgende video geen like meer ga hebben. Maar ja, dat kan ik nooit beloven. Ja, ik vind het raar dat ik opeens lijk heb. Ik ga het proberen fixen, jongens. Bedankt, dat was het om allemaal in te tunen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Bye bye, jongens.